Hallo, het is Nationale Sportweek en we zijn nu op het Egnaton. Wij gaan docenten en leerlingen interviewen en vragen wat ze ervan vinden. Wat houdt de Nationale Sportweek precies in? Wat de Nationale Sportweek inhoudt? Nou, dan is eigenlijk vanuit de overheid is dat allemaal gestuurd. Waarin eigenlijk de nadruk wordt gelegd op het sporten. Dus je ziet op veel scholen sportdagen. Nou, wij hebben zelf met Egnaton hebben natuurlijk sportdagen voor bovenbouw, voor onderbouw. Maar ook gemeentes hebben vaak toernooien. Dus ja, de nadruk ligt echt op het bewegen, op het sporten. En wat vindt u het leukste onderdeel? Van de hele Nationale Sportweek of van de onderbouw sportdag? Welke? Alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Nou, ik vind, we zouden eigenlijk atletiekdagen hebben. Maar vanwege het weer moesten we een ander toernooi gaan doen. Vind ik het blind volleyballen vind ik heel leuk. Ik vind gaans doelenspel vind ik heel leuk. Bovenbouw, die hebben ook verschillende onderdelen. Die gaan bijvoorbeeld fitnessen, bossabal, American football. En daar vind ik bossabal wel heel erg gaaf. Voor degene die dat niet weet wat dat is. Dat is een soort volleybal, maar dan op een hele grote luchtkussen. En beide kanten heeft ook een trampoline, waardoor je nog hoger kunt springen. Ja, en als je dan kijkt naar de toppers die dat echt landelijk doen. Is dat heel gaaf, die scoren met salto's en dat soort dingen. Dus dat vind ik voor deze week vind ik de mooiste onderdelen. En hebben ze dan één keer in de week sporten of hebben ze gewoon elke dag? Nou, we hebben voor de onderbouw gekozen om één sportdag te doen, atletiekdag. En voor de bovenbouw ook één dag. Maar ze kunnen vanuit de gemeente kunnen ze elke dag bij een vereniging kunnen zij clinics volgen, kunnen zij toernooitjes misschien wel spelen. Dus ze kunnen, als ze voor kiezen, kunnen ze elke dag sporten. En op welk onderdeel heeft u toezicht? Nou, nu hebben wij het geluk dat wij vandaag LO2'ers hebben. Die fantastisch werk leveren. Zij begeleiden elk onderdeel. En dat doen ze echt goed. Waardoor wij de vrijheid hebben om wat meer het overzicht te bewaren. Dus dat we bij alle onderdelen eigenlijk een beetje kunnen kijken en kunnen ondersteunen. Hoi, wie ben je? Hoi, ik ben Tommy. Ik zit in M1B. Oké. Hoe vind je de Nationale Sportweek? Ik vind het heel erg leuk, want we sporten veel. Oké. Wat vind je het leukste onderdeel? Ik denk voetbal. Oké. Waarom denk jij dat er een Nationale Sportweek is? Om de mensen in beweging te laten gaan. Oké. Vind jij dat er meer gesport moet worden in Almere? Ja, want sommige mensen die hangen een beetje in Almere en dat is niet zo leuk eigenlijk. Oké, dankjewel. Hey.